Voor het eerst in jaren is Daknam helemaal uitverkocht. Bijna 10.000 toeschouwers. Lokeren loopt storm voor de komst van de kampioenen. Zo presenteert het team van Peter Maas zich vanavond. Davino Verhulst in de goal. Coppa is nog niet speelklaar. Joren Trompet neemt de plaats in van de geschorste persoons. En er is weer een basisplaats voor topschutter Hamdi Arbaoui. John van den Brom wou zijn startelf van vorig weekend houden. Maar Bruno en ook Vargas zijn ziek. Dus moet hij toch schuiven. Dennis Praat komt op de 10. Siriac start van op links. En zo is er toch plaats voor Mitrovic als diepe spits. De spelleider in Lokeren is Jérôme Effong, een solo. Kliesten. Dat is een goeie voor Praat. Die kan hem aannemen. En Mitrovic! Hij mist van dichtbij. Alexander Mitrovic had dat hier heel wat makkelijker kunnen maken voor Anderlecht. Maar hij mist de open kans. De eerste grote in deze wedstrijd. Iets meer dan 10 minuten gespeeld. Overmeijren. Richting Arbaoui. Loutra en Van Aken. Vol tegen de paal. En dan de herneming met de pauw bijna. Wat een schicht van de Hans Van Aken. De man die twee keer scoorde in het park in de heenwedstrijd waar Lokeren ging winnen. En hier was hij weer dicht bij een goal. Wat een fantastische knal zeg. Geen kans voor Proto, maar de paal brengt redding voor Anderlecht. Iets meer dan 20 minuten gespeeld. En Dennis Praat ziet waar hij die bal kan inleveren bij de corner die eraan komt. Daar komt een Bemba en daar is een uitstekende kopbal van Mitrovic. En dan Kouyaté die hem overknalt. Prima redding ook van Davino Verhulst hoor. De kans voor hem om zich in de kijker te spelen, want Coppa natuurlijk eerst de keuze in Lokeren. Lang moeten wachten op wat beweging in deze wedstrijd, maar nu breekt hij toch meer en meer los met Gillet. Verraderlijke bal hoor. Davino Verhulst tikt hem nog over de dwarslat. De Pauw. Bal heel goed vrijgemaakt voor Hans Van Aken. En die heeft het overzicht. Die heeft Doutra aan de ene kant en Arbaoui aan de andere kant. Doutra stuurt hem voor Arbaoui. Oh! Wat een kans voor Lokeren en voor de tweede keer het doelkader. Wat een uitstekende aanval van Lokeren. Die begon bij Hans Van Aken. Die hield het overzicht. Die vond Doutra. En die leverde een uitstekende voorzet af voor Arbaoui. Van den Borre. Najjar. Bal is voor Mitrovic. Goed teruggelegd voor Anthony van den Borre. Die legt hem terug. En dan de kans voor Siriac. Zo hebben ze toch allebei redelijk wat kansen gekregen. En is het eigenlijk toch wel een half wonder dat het hier nog altijd 0-0 staat. 37e minuut van de wedstrijd. Gillet. Arbaoui. Trompet. Doutra. Hele mooie beweging. Galicios vrij op de rechterkant. Even temporiseren. Daar is Doutra weer. Van Aken, Doutra. En dan de goal. Hamdi Arbaoui. Wat een fraaie aanval van Sporting Lokeren. Heel goed uitgespeeld. En dan heeft handige Hamdi dan toch zijn doelpunt. De donderwolk van den Brom. Het begint bij Doutra met dat hele mooie hakje. En dan Galicios, Doutra opnieuw. En dan wordt Hamdi Arbaoui afgezonderd door Doutra. Schitterende goal. 16e van het seizoen voor Hamdi Arbaoui. 5 minuten voor de rust. En Bemba. Ja, die bal wordt te kort teruggespeeld en Van Aken profiteert ervan. Chancel en Bemba meteen in discussie met Proto, die natuurlijk bijzonder boos is.
Want dit overkomt Anderlecht met nog geen 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Kijk eens hoe boos hij is. Ongelukkig wat Chancel Mbemba daar doet. De kort terugspelen van Akelag op vinkenslag rond Proto. En hij doet wat hij ook in de heenwedstrijd deed. Namelijk scoren tegen Anderlecht. 2-0. Praat. Mitrovic met Van den Borren mee voorin. Mitrovic sleept de bal voorbij zijn tegenstander. Davino Verhulst met zijn eerste tussenkomst in de tweede helft. Ja, Anderlecht zeker geen slechte eerste helft gespeeld, waar het een paar keer de kans had om op voorsprong te komen, maar nu zit het gewoon in de problemen. Nadjar met Gillet. Anderlecht voelt een aanval. Het heeft natuurlijk geen andere keuze meer om toch nog wat te kunnen bereiken hier op Daknam. Nadjar. Vol dribbles, maar Odoi laat zich niet ringeloren. Kleesten voor Mitrovic, dat is een goeie. En wat een redding van Davino Verhulst. Hij heeft de kansen gehad, ook hij, Mitrovic. Maar die Verhulst staat daar gewoon uitstekend te keepen. Goeie strakke kopbal. Gillet. Kleesten. Dennis Praat. Voor de tweede paal. Voor Mitrovic en nu wel. Nu is er wel dat doelpunt voor Anderlecht. Dat na de 2-0 echt vol druk is gaan zetten. Ja, het is Mitrovic niet die hem kopt. Maar wel Odoi. Dus is het uiteindelijk een own doelpunt. Hoe dan ook 2-1. En Anderlecht dit terug in de wedstrijd. Op minuut 56. Er komt meer stootkracht bij Anderlecht op 18 minuten van het einde. Nadjar wordt naar de kant gehaald en hier staat David Pollet. Arbaoui. Trompet is de bal kwijt aan Pollet die daar diep mee kwam verdedigen. Mitrovic, Siriak. Praat veel volk voorin bij Anderlecht, maar die laatste paas komt er dan niet uit. En ligt er plots ruimte voor Lokeren om te gaan counteren met Dutra. En Mbemba voor zich. Dutra naar de andere kant. Niel De Pauw, die heeft een afstandsschot. De Pauw! En Proto. De Schacht. Pollet. Minder dan 5 minuten nog. Galitsios is de verdediger van dienst. De schoen uit bij David Pollet. Van Aken. Neil De Pauw. De Pauw met de countermogelijkheden. Harbaoui, De Pauw. En dan Dutra. Junior Dutra. Dutra! Naast de goal van Proto. Anthony van den Borren bij de inworp. Praat. Kleesten. Van den Borren. En Odoi. Van den Borren toch nog. Anthony van den Borren, die bal komt nog voor de goal. En Kouyaté bij de bal. En dan is het denkelijk afgelopen. Scheidsrechter een solo. Maakt een eind aan de wedstrijd. Lokeren wint voor het eerst in 18 thuiswedstrijden nog eens van Anderlecht. Dat het zichzelf moeilijk heeft gemaakt met dat weggeefdoelpunt in het begin van de tweede helft. 2 op 15 buitenshuis voor de kampioen. De kloof met Standaard kan oplopen dit weekend. En Lokeren feest. Want het is nu helemaal zeker van een plaats in play-off 1.